Deze borden komen gegarandeerd op het examen. Weet jij het verschil? Ongeveer de helft van alle bestuurders in Nederland heeft moeite om deze borden uit elkaar te houden. En ook op het theorie-examen worden hier vaak fouten mee gemaakt. Ze lijken natuurlijk op elkaar, maar er is één duidelijk verschil. De vorm. Het vierkante bord betekent een eenrichtingsweg. De naam zegt het al. Alle bestuurders op de hele weg gaan één richting op. Een eenrichtingsweg mag je natuurlijk wel verlaten, dus links en rechts afslaan is bij dit bord gewoon toegestaan. Maar mag je tegen de pijl in? Nee, dat niet, want dat zou betekenen dat je tegen de richting in rijdt, oftewel je bent aan het spookrijden. Het vierkante bord kun je ook wel een vriendelijk bord noemen. Waarom? Je mag hier gewoon alle kanten op en er zijn helemaal geen tegenliggers. Dat is nog eens vriendelijk. Het ronde bord daarentegen is een boos bord. Dit bord betekent de verplichte rijrichting. Bij dit bord ben je verplicht om de richting van de pijl te volgen. Dit bord zegt tegen jou: Jij moet rechtdoor. Wat ook een verschil is met een eenrichtingsweg, is dat bij de verplichte rijrichting het verkeer ook tegen de pijl inrijdt. We hebben hier namelijk gewoon tegenliggers. Waar wij op de weg aan de rechterkant rijden, komt er aan de linkerkant tegenliggend verkeer. Als je goed hebt opgelet, kun je nu ook deze vraag beantwoorden. Bij welk bord mag je niet naar links? Ga niet te snel, want je zou denken, B, jij moet rechtsaf. Maar als we eerst kijken naar bord A, dan zien we een eenrichtingswegbord naar rechts. Die staat op een T-splitsing. Vierkant is vriendelijk, dus je mag elke kant op, toch? Ja, maar we mogen niet tegen de eenrichtingsweg in. Dus linksaf, nee. Is niet toegestaan. Nou, bord B weten we, want bij een verplichte rijrichting naar rechts mag je ook niet links af. Dus het goede antwoord is C. Vond je deze uitleg nou handig en wil je nou nog meer examentips? Abonneer dan snel op ons YouTube-kanaal. Bonusvraag: Laat je antwoord achter in de comments.